Er kan geen twijfel over bestaan dat Bert Huisjes, de baas van Omroep WNL, een verachtelijke manier van leiding geven heeft. Het grote, onthullende artikel van het AD laat geen ruimte voor twijfel, zelfs bekende oud-WNL-sterren als Roos Mogré, Eva Jinek, Nicky Herr, Leonie Terbraak, Margreet Spijker en Merel Westrik steunen het verhaal compleet. Opvallend, dit rijtje bestaat alleen uit dames. De twee grote mannelijke sterren van de omroep, Rick Nieman en Sven Kokkelman, wuiven de massale verwijten aan het adres van Bert met het grootste gemak weg. Ze benadrukken echt niets van de klachten te herkennen. Sven, niet in mijn eigen redactie, niet wat betreft mijn eigen band met Bert. Tja, het is niet zo gek dat Rick en Sven dit niet herkennen, hun staat van dienst is immers indrukwekkender dan die van Bert. De presentatrices hebben zich massaal gemeld, met naam en toenaam. De twee mannelijke presentatoren zeggen, niets aan de hand. Is dat toeval of hoe zit dat, vraagt Humberto Tan zich af in zijn talkshow. Kijkcijferautoriteit autoriteit Tina Nijkamp weet wel hoe het zit. Dat zijn natuurlijk zeer volwassen, gewaardeerde journalisten die al heel lang meelopen en ik denk zelfs dat Bert Huisjes een beetje tegen hen opkijkt, bij wijze van spreken. Dat zou kunnen. Ik denk dat dat een van de redenen is dat zij er nooit mee te maken hebben gehad. Oltje Gulse merkt in vandaag een site op dat Rick en Sven zich wel iets meer bewust mogen zijn van hun bevoorrechte positie. Sven en Rick zijn ook apen op een rots. Die hebben heel andere posities dan een beginnende Eva Jinek of Merel Westrik. Jurgen Rijman vindt het totaal niet zeggen dat Rick en Sven nergens last van hebben gehad. Je moet ook kijken naar de rangorde hier, zegt hij in Sofie Roen. Als je praat over Sven Kokkelman en Rick Nieman, daar gaat geen enkele eindredacteur tegen te keer, vanwege de status die ze hebben. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Het is allemaal weer heel typisch, al dus gastvrouw Sophie Hilbrand. Dat is natuurlijk ergens ook opvallend, hè? Dat al die vrouwen die aan het woord zijn zeggen dat het niet te doen was, en dat die twee mannen zeggen, geen idee waar dit over gaat. Het is volgens BNR-fotograaf William Rutten evident dat Rick en Sven een bevoorrechte positie genieten. Hij wijst erop dat Bert vrouwen bij WNL maanden om af te vallen. Je hebt daar gewoon Sven Kokkelman zitten. Sorry hoor. Hij mag dan wel op tv zitten? Hij is ook niet super slank, om het voorzichtig uit te drukken, zegt hij in shownieuws. Dat is inderdaad scheef, al dus René van der Gijp in VI. Sven Kokkelman moet toch ook een paar kilo afvallen, oude reus.